Wie een willekeurige kiosk binnenloopt, kan er niet omheen. Vrouwenbladen. Ze zijn er in alle soorten en maten. Maar een magazine dat zich specifiek op de Marokkaanse Nederlandse vrouw richt, is nog niet te vinden. Maar zien we ook gewoon Arabisch? Marokkaans? Dat zie je gewoon niet. De Veenendaalse Houda Hamdoui gaat daar verandering in brengen. Ze lanceerde deze week het blad Houda. Als ik op straat rondkijk, is Utrecht niet wit. Is heel erg gekleurd en dat zou ik graag hier terug willen zien. En dat kan ook met Houda. Houda biedt standaard leesvoer voor de vrouw. Met onderwerpen als koken, beauty en mode, maar dan net even anders. Bij de mode houden we rekening voor de Marokkaanse dames die een hoofddoek dragen. En is er ook echt een verschil tussen Arabische mode en de Westerse mode. Maar over beauty, dat is ook wel een goeie, dat we hebben een andere huid, een ander haar. Dus daar kunnen ook gewoon in dezelfde tijd andere tips in voorkomen, andere beelden. Houda is een blad voor de moderne vrouw, maar bepaalde onderwerpen zul je er niet zo snel in terugvinden. Dat waren vooral jonge meiden die aangaven van, ik kan wel een abonnement nemen op een blad, dat vind ik hartstikke leuk en dat kan ik ook prima betalen. Maar ik heb geen zin dat mijn vader of mijn broer de brievenbus open doet en dat daar een naakt model op staat. Dus in die zin kan je Houda heel veilig een abonnement opnemen of aanschaffen, want dat zal er niet in voorkomen. Hey, mag ik jullie even wat vragen? We hebben een nieuw blad, Houda. Eerste lifestyle magazine van de Marokkaans-Nederlandse vrouw. Denk je dat die vraag naar is, dat de Marokkaanse meiden dit leuk vinden, dat er een blad super, is? Ja, super. Ik vind het op zich wel leuk, want een beetje je eigen achtergrond. Ja. Dus dat is wel fijn. Het zag er leuk uit, zag er goed uit. Een beetje het Marokkaanse staat erin en dat maakt het aantrekkelijk voor ons, voor de jongeren. Houda is nu nog maar in een paar kiosken beschikbaar. Maar de hoofdredacteur denkt dat de oplage snel zal groeien. Ja, ik geloof er heilig in. En als ik er niet in geloofde, dan had ik nooit al mijn centen erop gezet om het blad uit te laten komen.